Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Welkom bij Booming Brabant, een programma over het nieuwe ondernemen in Brabant. Met vandaag. Buitenlandse bedrijven die weten de weg naar Brabant steeds beter te vinden. En dat is een grote aanwinst voor onze regio, blijkt uit cijfers. En aan tafel hebben we Eelco Brinkhoff van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Van harte welkom, Eelco. Jij komt zo meteen met de cijfers en jij gaat ons ook precies vertellen wat jij er nou aan doet om al die bedrijven Brabant binnen te loodsen. Probeer het zo goed mogelijk te verwoorden. Goed, dankjewel. Verder. Ja, dat in bijvoorbeeld margarine vitamine A en D wordt toegevoegd, dat is al heel normaal. Maar wat dacht je van een bloemkool die zijn totale voedingswaarde nog heeft na het koken ervan? En dat kan heel simpel door een laagje gelatine over het eten aan te brengen. En daar zitten dan die extra vitamine en mineralen in. Diederik Bruins, ook van harte welkom. Jij hebt dit innovatieve idee bedacht. Ja. En dat willen we natuurlijk zo meteen zien en proeven. Heel goed. En weer terug van weg geweest, mijn compagnon Bob Hutte. Van harte welkom weer, Bob. Dankjewel. Even voor de mensen die jou nog niet kennen, een korte introductie. Bob Hutte, Mr. Catering, is een ras-echte ondernemer. Directeur en eigenaar van een familiebedrijf dat alleen al in Brabant iedere dag 20.000 monden voedt. 1400 mensen werken er met hart en ziel aan nieuwe maaltijden. Hutte ziet ze niet als medewerkers, maar als samenwerkers. Want een bedrijf runnen, dat doe je samen. Als ambassadeur van Brabant is hij lyrisch over wat er in onze provincie allemaal kan en gebeurt. Maar wij Brabanders mogen wel een tikje minder bescheiden zijn. We mogen iets minder bescheiden zijn, zeg jij. Waarom? Ja, we zijn makers hier en we moeten elkaar vinden door samen te werken. En we zullen wat chauvinistischer mogen zijn. Wat meer met elkaar dus samen optrekken en erover praten. We moeten leren om ook over onze producten en onze successen te praten. Dat is heel belangrijk. Klein beetje opscheppen mag. Een heel klein beetje. Oké, je hebt nieuws meegenomen. Ik pak hem erbij. Wim van der Leegte die koopt het bedrijf van zijn broer Gerard over. Heb je dit uitgezocht omdat het een familiebedrijf is, dat het jou aanspreekt? Ja, sowieso. Wim van der Leegte is een van de mooiste ondernemers die wij in Brabant hebben. Een geweldig goed voorbeeld voor ondernemerschap in Brabant. In ieder geval voor mij een groot voorbeeld ook. Eerlijk, zuiver, oprecht. Wim is een man die gewoon staat voor wat hij zegt en wat hij doet. Je weet wat je aan hem hebt, ondernemer zal ik maar zeggen. Dus, mm-hmm. En ja, hij flikt het weer. Hij trekt alleen de auto-industrie trekt hij eruit. En nu neemt hij zijn bedrijf van zijn broer over. Ja, fantastisch. Maar het wisselen van branches spreek je dan ook aan? Ja, ik geloof erin dat een bedrijf tegenwoordig niet alleen maar gefocust kan zijn op één product of één dienst. Ik denk dat je de toekomst laat zich moeilijk voorspellen. En Wim die heeft dat goed gezien en die is gewoon minder kwetsbaar doordat hij in zoveel bedrijven zit. Wij hebben ook nog nieuws deze week. Ik pak deze erbij. Het herstel van de economie levert na 3 jaar tijd weer banen op. Dit is een bericht van het UWV. Het gaat weer goed, er zouden 31.000 banen bijkomen dit jaar. Hoe is dat, Eelco? Het zou een mooie ontwikkeling zijn en iets waar we al langer op hoopten. Zijn we eruit? Zijn we uit de crisis? Ja, een heleboel mensen weten het nog niet. We moeten er zelf nog achter komen. Oké, heel goed. Ander bericht. Dit weten jullie ongetwijfeld ook, hebben jullie allemaal meegekregen. Hoe verder na het massa-ontslag van Philip Morris? Ja, er zijn nieuwe toekomstplannen uitgekomen om West-Brabant weer aan te laten trekken. Daar moeten wel tientallen miljoenen euro's in geïnvesteerd worden. En die moeten onder andere uit Den Haag komen, Bob. Is dat een goed idee? Ja, alles wat wij vanuit Den Haag in Brabant kunnen fietsen, dat moeten we zeker doen. En dat gaat gewoon leiden tot meer energie. Dus heel goed. Ja, is dit de oplossing, Eelco, denk je? Nou, je moet kijken. En ieder kan zijn bijdrage doen. Dan moet zijn bijdrage doen. En daar probeert, als Den Haag dat kan en wij vanuit Brabant ook en lokaal, dan heb je een mooie mix. Met z'n allen moeten we dus werken om dat stuk provincie weer op orde te krijgen. Ja. Oké, we gaan door met innovatie. Vorige week hadden we in Booming Brabant nog de zelfsturende auto. Maar het kan nog een tikkie gekker. Wat dacht je nou bijvoorbeeld van een vliegende auto? Het is geen luchtfietserij, want in 2017 komt hij al op de markt. I can't go in to fly.
Wat je hierachter ziet is een Pelvis. Dat staat voor Personal Air and Land Vehicle. Dat is moeilijk Engels voor een voertuig wat rijdt en vliegt. Dus een vliegende auto. Vliegende auto is niet nieuw. Je ziet dat in science fiction films en dat zie je al, ja, al 100 jaar probeert men dat te bouwen. Alleen het grote probleem van een vliegende auto is altijd geweest dat een vliegtuig is een driewieler wat hoog op zijn poten staat. En dat gaat in de eerste de beste bocht op de weg gaat het om. Nou, wij hebben daar een revolutionaire kanteltechniek voor, wat een Nederlandse vinding is. En daarmee zijn wij het eerste bedrijf ooit in de geschiedenis wat een echte vliegende auto kan bouwen. Hij rijdt ongeveer 180 km per uur en hij rijdt heel sportief. Er zit een hele stevige motor in en het is een heel licht voertuig. Ik neem mijn zoontje wel eens mee en die vraagt dan, papa, waarom lacht iedereen naar ons? Ja, dat gevoel heb je erbij. Ja, er is wereldwijd heel veel interesse. Dus we krijgen zo'n 5 tot 10 mensen per dag die informeren van, kan ik er een kopen? Wat is de prijs? Ik wil hem daar en daarvoor gebruiken. Er zijn al klanten in Nederland die hem gekocht hebben en die krijgen hem in 2017 uitgeleverd. Dus wij starten met een Pioneers Edition. Daar zijn er 45 van in Europa en die kost 5 ton. En we hebben ook een Sports Edition, die komt daarna en die kost 3 ton. Ja, dit is onze simulator. Ik zal even laten zien hoe de Pelvis te vliegen is. We gaan eerst even opstijgen. Een gyrocopter is een van de meest veilige manieren om te vliegen. Vooral in ons toestel, daar zitten allerlei veiligheidssystemen ingebouwd, zeg maar, waardoor hij uit zichzelf stabiel blijft. Je hebt ongeveer 30 uur nodig om je vliegbrevet te halen als je vanaf nul af aan begint. Voor een vliegtuig moet je echt op een flink veld landen. Pelvis kun je vrijwel overal neerzetten. 30 km per uur en je staat binnen 5 meter stil. Het mooie aan onze ontwikkeling is dat die past binnen bestaande regelgeving. Dus voor ons hoeft er geen wetgeving te veranderen. In de meeste landen mag je niet zomaar vanaf de weg opstijgen en landen. Dat wil je ook niet vanwege veiligheid. Dus het moet een airstripje zijn. Maar dat kan zo simpel zijn als een weiland van 200 meter wat vlak genoeg is. Wij starten een nieuwe industrie waar wereldpotentie in zit. Dus dat gaat zeker een paar honderd arbeidsplaatsen in Brabant opleveren. Hey, dat laatste is al goed nieuws, maar je hebt er al een keer in gezeten, Hilco. Ik heb er een keer in gezeten, ja. We zijn een keer op de bomdag bij de bedrijven op bezoek geweest in Raams ongeveer. Ja, hartstikke hip dit natuurlijk. Zie jij jezelf al rijden? Vliegen wel. Vliegen, ja. Vliegen inderdaad. We moeten nog even kijken, maar okay. Het is wel een mooie innovatie. Wel, hè? Ja, leuk. Komt allemaal uit Brabant. Doe er maar in, hè? Doe er maar één voor 5 ton. Ja, Brabant staat letterlijk op de kaart, want buitenlandse bedrijven die hebben ons echt gevonden. Ze openen hier steeds vaker een vestiging of ze breiden een bedrijf uit. En daar mogen we eigenlijk best wel heel erg blij mee zijn. En dat blijkt ook uit de cijfers. Vorig jaar hebben 31 bedrijven hier een plek gevonden. En dat leverde maar liefst 1661 banen op. En bovendien pompten ze samen ruim 150 miljoen euro in onze regio. Ilko Brinkhoff, van harte welkom, maar ook proficiat, want een groot deel hebben we dat ook best wel aan jou te danken, eigenlijk. We zijn er, niet alleen, maar we zijn er met een team mee bezig. En we proberen er hard aan te trekken en zo goed mogelijk resultaat voor Brabant te behalen. Hoe kom jij nou binnen? Zeg, you have to come to Brabant. Hoe vertel je dat? Het ligt eraan hoe het contact tot stand komt. Eigenlijk wat je probeert is, een deel komt via een netwerk bij jou en een deel komt rechtstreeks. En eigenlijk wat je probeert, of het nou via het netwerk komt rechtstreeks, zo snel mogelijk dat persoonlijke 1-op-1 contact. Probeer het vertrouwen te krijgen in de tijd die je gegeven is. En wat speelt er nou met de ondernemer? Vaak is datgene wat op papier staat, er zitten zorgen achter. En op het moment dat je vertrouwen krijgt en je kunt creatief meedenken, kun je ook anderen misschien oplossingen aandragen waar men niet aan gedacht. En ben je ook onderscheidend vanuit de dienstverlening en niet alleen vanuit product. Maar hoe reageren ze in eerste instantie als je over Brabant begint? Nou, is er natuurlijk wel een vraag. Hè? Op het moment dat men een vraag heeft en men kijkt naar Europa om bijvoorbeeld die producten af te zetten, zit er vaak ook een vraag bij, oké, vanuit welke locatie kunnen we dat dan het beste doen? Ja. Nou, en daar zeggen wij, Brabant heeft daar een goede oplossing voor. Vertel. Nou, misschien om te beginnen met het marktgedeelte. Als je gewoon kijkt naar de Europese markt, zal ik hem iets kleiner maken. Ik zeg al, deze kaart, als je die in het buitenland laat zien, sowieso heb je hier ongeveer een straal van, 170 mijl, 500 kilometer. Mm-hmm. Hier wonen 170 miljoen consumenten met het hoogste besteedbare inkomen ter wereld. Dan dus heb je ze al. Dan heb je ze al in te pakken. Ja. Voor de rest op deze kaart is heel interessant. Je hebt hier de 4 grootste luchthavens van Europa en de 3 grootste havens. Dus bijna. De ligging is prachtig.
ligging is prachtig. En Brabant ligt gewoon heel mooi tussen die mainports, de grote steden. En eigenlijk het Rijn-Roer-data of naar Parijs. Gewoon de verbinding naar het achterland, ja, om het zo maar te zeggen. Ik zet deze even aan de kant. Want ja. Welke bedrijven doen nou graag zaken met ons Brabant? Veel bedrijven. Hebben we ook een diagrammetje Dit zijn de bedrijven die we uit het buitenland hier naartoe halen. Als je kijkt naar de top 10. Amerika is gewoon de grootste investeerder in Brabant. Zowel een aantal als volume en werkgelegenheid. Een kwart van ongeveer alle buitenlandse bedrijven in Brabant komt uit Amerika. Duitsland is heel groot. Waardoor zijn die zo groot? Nou, Amerika is echt de toegang tot de markt, de Europese markt. Ook overnames vanuit het verleden gezien. Duitsland is echt het bedienen van de Nederlandse markt. En ook een groot deel, zeker de laatste jaar, ook overnames. En voor de rest zie je dan met name de wat meer nieuwkomers. Dan UK, Verenigd Koninkrijk is ongeveer gelijk met Duitsland. Maar Japan, Taiwan, India. Die komen erbij. Ja. Oké. En dan hebben we hier nog een hele mooie. Want die 31 bedrijven die zijn... We willen natuurlijk weten waar ze dan in Brabant terechtkomen. Of niet, Bob? Nou. En wat denk je? Regio Eindhoven is het meest vol. Waarom? Eindhoven is de grootste stad. Zit op dit moment ook de meeste dynamiek. Als regio zelf, als je Eindhoven pakt, 750.000 inwoners. Je hebt hier de grote OEM'ers zitten. Met veel toeleveranciers. Dus een groot productiebedrijf, Philips, ASML, VEI-bedrijf, VDL. Dat trekt veel bedrijven aan. Hoogtechnologisch. In het westen zie je meer het logistiek. Tilburg ook goed op logistiek. Den Bosch meer zakelijke dienstverlening. Os heeft het dit jaar ook goed gedaan op logistiek. Met name ook vanuit de medestechnologie. Mm-hmm. En je ziet gewoon dat het overgrote deel van de buitenlandse investering in de grote steden terechtkomt. Oké. Welk land is nou echt trending? Zeg maar, wat komt eraan? Wat wordt steeds meer geïnteresseerd in Brabant? Nou, Amerika blijft altijd de grootste investeerder. We zien alleen afgelopen jaar... voor het eerst sinds 3-4 jaar echt weer nieuwkomers uit Azië. Bedrijven die hier nieuwe bedrijven opzetten. Vanuit Taiwan, Japan, China. Nieuw op de markt. Een nieuw product neerzetten. Proberen markten te veroveren. Ja. Er is een mooi voorbeeld van, hè? Ja. Een van de bedrijven die Brabant heeft gevonden is Mapscape. Het is een Chinese leverancier van kaarten voor navigatiesystemen. En vorig jaar breidde het bedrijf haar vestiging in Eindhoven uit. Van 50 naar 100 werknemers. Wij zijn Mapscape. We zijn actief in navigatiekaarten. Wij maken kaarten voor de automotive industrie. Wij zijn gefinancierd door een Chinees bedrijf. Als je naar onze historie kijkt, komen wij bij Philips vandaan. Het oude Karen-systeem, misschien dat het iets zegt. In 2007 hebben wij een management buyout gedaan. Zijn we zelfstandig gestart met een clubje van 30 mensen ongeveer. In 2010 hadden wij behoefte aan financiering omdat we aan het innoveren waren, nieuwe producten aan het ontwikkelen waren en ook daadwerkelijk geld nodig hadden. Nou, dat was precies in het midden van de crisis, dus geen banken die bereid waren om ons te helpen. Dan zijn we via via bij een Chinese club terechtgekomen. Nou, we hebben hier nu 120 medewerkers in Eindhoven, 15 verschillende nationaliteiten. 1/3 van de medewerkers komt uit het buitenland. Nou, onze Chinese partner, dat is NavInfo, is een van de twee grote spelers in China en hebben daar dus een heel groot deel van de markt al veroverd. Gaan we dat voor elkaar? Actie. NavInfo is erg geïnteresseerd in, ook in deze locatie, Brabant, vanwege het innovatieve karakter. China kan dingen heel mooi maken, vooral namaken. Ze zoeken ook naar innovatiepartners om verder te komen in de wereld, het globale aspect. En de korte lijnen naar de Duitse klant. Mapscape is er eentje van. Ja. Noem eens wat andere namen van bedrijven die we al bekennen. Nou, even kijken. Recentelijk is dan Primark, die heeft die aankondiging gedaan. Forever 21 met de winkelketen. Hier in Eindhoven Darfon met de e-bikes. Daar is ook wel aardig wat publiciteit voor geweest. Mm-hmm. Abercrombie & Fitch zit ook aan de kledingkant. We hebben vanuit Taiwan nog een Goodwill Instruments hier in Veldhoven terechtkomen. Ja, een heel divers palet. Hoe zorg je nou dat je nog meer Aziatische bedrijven deze kant op krijgt? Nou, in Azië moet je echt vooral bezoeken. Je moet je gezicht laten zien. Je moet proberen dat contact te krijgen, die relatie op te bouwen. Ook een stukje geduld. En Amerika is wat sneller. Ja. En proberen die relatie op te bouwen. En vanuit die relatie ook proberen het product zo goed mogelijk neer te zetten. Maar ook te zorgen dat je het vertrouwen krijgt dat ze... suggesties van je gaan overnemen.
En dat je meer doet dan gevraagd wordt. Mm-hmm. Ik zeg altijd, ja, in het Engels, go the extra mile. Doe meer dan gevraagd wordt. En ja, dan kun je echt onderscheidend zijn. Ja. Is er nou competitie zo tussen die steden in Brabant of niet? Om die... Er is gezonde competitie, concurrentie, maar dat is op zich in heel Nederland. Ja. Ik denk wel dat iedereen elkaar wat gunt. En dan, daar kun je ook mee werken. Dan zijn we toch nog één als het om Brabant gaat. Ja, absoluut, ja, absoluut. Maar nou hebben jullie het voor elkaar gekregen om in 2014 zo'n ruim 1600 banen, ja, zeg maar, te creëren. 2015 het dubbele? Ik zou het hopen, heel graag. Ja? Maar dat is een lastige uitdaging. Is het reëel? Nee, dat denk ik niet. Ik denk 1600 banen. We hadden vorig jaar één bedrijf, Pegatron in Breda, met 700 banen. Dat betekent nog steeds dat 30 bedrijven nog steeds 900 banen. Vorig jaar hadden we het eerste record boven de 1000 banen, 1330. Nu is het 1660. Ik zou graag de ambitie willen hebben, nog meer banen. Ja, het ene jaar is het andere jaar niet, maar ik ben wel positief over dit jaar. Mooi. Ik heb nog iets voor je. Misschien dat het helpt. Kijk. Achter mijn stoel. Het echte Brabander, ja, embleem. Die, okay, kun je daar gewoon opstrijken in de, ja, Aziatische landen. Wat dacht je van een autosticker? Ook en heel ook mooi. Een paspoorthoesje. Dank je wel. En die krijgen jullie allemaal. Nou, geweldig. Je kunt maar het gevoel van een Brabander hebben, toch? Belangrijk. Deze krijg je er ook nog bij, alsjeblieft. Zometeen, gezonder eten. Ja, dat willen we eigenlijk allemaal. Maar als dat even wat makkelijker zou gaan, dan kiezen we daar graag voor. En niet door een extra pilletje te nemen, maar een speciale spray over je eten. En daar zit dan de complete schijf van 5 in. Straks meer. En we gaan door met Meet in Brabant. Rijkswaan ontwikkelt al jaren nieuwe groentesoorten door verschillende rassen met elkaar te kruisen. En de nieuw ontwikkelde zaden die worden verkocht aan meer dan 100 verschillende landen. En een groot deel van die zaden zijn ontwikkeld op Brabants grondgebied. Dit is sla, volgens mij, hè, waar, ja, we hierbij staan. Ja, dit is sla. Deze planten die zijn geselecteerd. Die hebben op het veld gestaan en worden hier verder opgekweekt. Zodanig dat we hier zaden van krijgen. Dus deze interessante plant, daar willen we graag zaad van hebben. En dat zaad gebruiken we dan weer om weer mee verder te kruisen. Gebeurt dat met een pincetje of hoe moet ik dat dan zien? Dat kan, maar wij doen het met een waterstraal. Oké. Okay. Dus water zorgt ervoor dat stuifmeel uit elkaar knalt. Juist. Maar dat kan alleen maar als je heel veel licht hebt, anders dan ik dat. Deze zwarte dingetjes, dat is het zaad. Dit is slazaad. En met dit zaad kunnen we weer verder kruisen, zodanig dat we een stabiel ras krijgen wat we kunnen leveren naar onze klanten. En dat is dus het veredelen? Dat is het veredelen. Nou, dit is duidelijk het laboratorium. Een heel belangrijk gedeelte volgens mij. Ja, dit is een belangrijk onderdeel in het veredelen van nieuwe rassen. Hier zijn mensen aan het werk om het veredelingsproces verder te ondersteunen en waar mogelijk ook te versnellen. Het ontwikkelen van nieuwe rassen, dat duurt zo'n 8 tot 10 jaar. Dus dat is best wel even een traject. Heel lang? Ja, dat is lang. En gelukkig door middel van laboratoriumtechnieken kunnen we dat traject versnellen. En kunnen we dus sneller onze producten ook op de markt brengen. En al die paaltjes is dus weer een ander, ja, zaadje. Ander nummer, ja. Kijk, ja, je kan het hier ook zien. Dit is waarschijnlijk familie. Hè? 20, 32, 31. 32, ja. En hier heb ik 20, 32, 30. Ja. Je kan je voorstellen dat die dus allemaal uit dezelfde ouder komen. Ja. En dan zit er toch weer verschil in. Wij proberen ons te richten op het verbeteren van bestaande rassen. Maar daarnaast richten wij ons ook op echt nieuwe producten, productinnovatie. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld een snackkomkommer of een snoeptomaatje. Dat zijn nieuwe producten die de laatste jaren op de markt zijn gebracht en die dus echt innovatief zijn. Dat is toch wel bijzonder, want ik denk dat veel mensen denken van nou, die komkommer die groeit gewoon ergens, ja, en die halen we naar Nederland. Ja. Maar jullie hebben die gewoon gemaakt. Ja, en dat is ook wel de sport, om telkens ook weer nieuwe producten toe te voegen aan het assortiment. Zijn er nou nog meer bedrijven in de wereld die dit doen?
Ja, er zijn meer bedrijven. Belangrijkste bedrijven zijn eigenlijk 10 concurrenten, conculega's zoals wij dat ook wel noemen. En wij zijn in de top 5. Wij besteden bijvoorbeeld zo'n 30% van onze omzet ook aan onderzoek en ontwikkeling. En we weten heel veel. We weten veel over celbiologie en over de genetica van een plant. Maar we weten nog lang niet alles. Onderzoek blijft belangrijk. Ja, je kunt ook door blijven gaan, denk ik, hè? Ja, de natuur die heeft nog heel veel geheimen voor ons. En daar blijven wij naar op zoek. Oké, Bob, mooi bedrijf, hè? Ja, dit is een kraamkamer. Voor Brabant heel belangrijk. We zijn top in zaden. Dus hier kunnen we heel erg veel mee als we er goed naar kijken met z'n allen. Prachtig. Ja, we blijven nog even in de innovatie van ons voedsel. Want het zou dé oplossing kunnen zijn om gezonder te gaan eten zonder dat we ons eetpatroon volledig moeten aanpassen. En gewoon doordat we een onzichtbaar laagje gelatine over ons eten sprayen. En daarin zitten dan ook nog extra vitamines en mineralen verwerkt. Het heet verrijkt voedsel, oftewel fortified food. En Diederik Bruins uit Den Bosch, die heeft het bedacht. Diederik, het staat hier op tafel. Bij de gedachte dat er een soort spreetje over mijn eten zit, zegt alles in mijn lijf nee. Mm-hmm. Hoor je dat vaker? Nee, dat hoor je bij de mensen die het voor het eerst zien. Ja. En dat is een hele normale reactie. En wij zeggen altijd dat is een fantastisch unfair advantage, zoals de Amerikanen zeggen. Dat is iets wat de rest niet heeft. Oké. Okay. Dus het feit dat wij dus dit kunnen laten zien. Maar je ziet er niks van. Nee. Zit het hier nou overeen? Ja. En hoe kunnen we dat laten? Ja, we kunnen dat gewoon laten zien. Hè? Dus je kunt het bord gewoon optillen. Ongelooflijk. En je kunt het allerlei kanten uitdraaien en het valt er niet af. Maar je ziet ook heel duidelijk een glans zitten. Ja. En het effect daarvan is dat bijvoorbeeld bij worteltjes die normaal gesproken uitdrogen als je ze een tijdje hebt staan. Als je dat laagje eroverheen hebt zitten, blijft het mooi glimmen. Wat was jouw eerste reactie, Bob, toen je hiervan hoorde of wist? Heel veel kansen. Je kunt hier zo verschrikkelijk veel mee oplossen. En wat je ook ziet, het ziet er gewoon heel mooi uit. Dus dat doet ook veel met smaak, veel met eetlust. Dus veel kansen voor ouderen, medicijnen die je kunt verwerken. Mm. Makkelijk te slikken, dus dat is ook een belangrijke. Je noemt meteen alle voordelen op. Ja, er zitten heel veel als ik het zo. Wat zit er nou bijvoorbeeld in deze laag? In deze laag zit de dagelijks behoefte aan vitamine D en calcium. En daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat je andere balans hebt tussen de hoeveelheid koolhydraten, oftewel aardappelen of pasta in dit geval. Mm-hmm. Ja, en wij verhogen juist de hoeveelheid eiwitten. Dat is eigenlijk wel iets wat de meeste mensen behoefte aan hebben. Ook goed voor sporters dan? Ook voor sporters, ja. Oké, even naar het verhaal dan. Want hoe ben je op dit idee gekomen? Nou, je zag eigenlijk in de hele voedingsbranche dat er gekeken wordt naar een behoefte aan vitamines in het eten. Mm-hmm. Alleen als je dat in het kookproces doet, zelfs dat je spinazie te lang doorkookt of andere groenten, dan hou je geen vitamines meer over. Nee. Dus het idee is, na het kookproces iets helemaal toepassen. Niks? Ja, als je te lang doorkookt, dan is het inderdaad eruit. Hè? Dus als je dingen gaat pasteuriseren of op een andere manier gaat behandelen, verlies je altijd vitamines. Hè? Dus als je het eten vers maakt, en zo vers mogelijk, van verse ingrediënten, snel en goed bereid, dan heb je het beste effect van vitamine en mineralen die in het eten zelf zitten. Okay. Als je dit laagje eroverheen doet, krijg je ook nog dat de dingen die je niet hebt, zoals bijvoorbeeld vitamine zon, die zitten hier nu in. Zo makkelijk. Ja. Hoe werkt het om die laag erop te krijgen? Ja, dat doen we met een foodrobot. En die hebben we ontwikkeld. De eerste versie ervan. Dan moeten we nog wel een heleboel in doorontwikkelen. We zien het op de achtergrond. Ja, en dat is een machine die dus in 2,5 seconden 1000 hele kleine druppeltjes van dit laagje op het bord doet. Precies gedoseerd. En daarmee maken wij die mooie laklaag. Ja, het ziet er ook wel weer een beetje apart uit, hè? Het is alsof je door de wasstraat gaat met je eten. Een vitamine douche noemt mijn dochter het. Ja, vitamine douche. Ja. Klinkt ook wel heel leuk. Wat vind jij ervan, Eelco? Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Ja, dat gaan we zo doen, inderdaad. Want jij noemde al een aantal voordelen hiervan. Je kunt hier heel ver mee komen. Ik denk ook bijvoorbeeld aan kinderen. Ik heb zelf een dochter, een jonge dochter, die heeft een hekel aan groente eten. Is dat ook iets voor om hier iets mee te doen? Of is het totaal de andere kant op? Nee hoor, nee. Je ziet een aantal toepassingen ook naar kinderen, ook naar de momenten. Mm-hmm. Je merkt dat de smaken van het eten wat meer naar voren komen. En ook daarin is het weer, gewoon als kinderen gewoon vers groente op tafel krijgen, mm-hmm. En het is een mooie combinatie, dan zeker als ze het zo gepresenteerd krijgen, dan ziet het er aantrekkelijk uit, dan eten ze het op. Ja, dus medicijnen? Medicijnen is de toekomst. Hè. We kunnen nu vitamine en mineralen eraan toevoegen. Dat valt onder de foodwetgeving. Mm-hmm. En we hebben de ambitie om binnen een jaar of 5 ook met de wetgeving vanuit de pharma
gewoon de eerste medicijnen erin toe kunnen voegen, zodat mensen geen pillen meer over te slikken, maar gewoon een bord leeg eten. Oké, okay. Zou jij dit opnemen bij jou in het bedrijf? Nou ja, Hutte speelt zelf een vers propositie. Ja. Maar dit is wel van een hoge kwaliteit. Dus ja, ik zie absoluut heel veel kansen voor Diederik met het idee. Mm-hmm. En voor jou? We zijn samen in gesprek, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, jullie zijn er al over bij. Maar jij staat ook een beetje aan de voet toch ook wel van de mede... Ja, we hebben het samen ontwikkeld, Diederik het idee. En we hebben getest bij ons in het centrum. En we zijn ook wel een beetje trots op Diederik, want het is echt heel knap wat hij doet en we hebben een beetje mee kunnen helpen. Oké. Okay. Zit er aan de andere kant ook nog een soort gevaar aan, bij wijze van, ik zeg, spray mijn Big Mac maar even met de schijf van 5. Dat mensen nog minder om dat eten gaan geven, omdat ze denken, joh, doe die spray eroverheen en we zijn klaar. Nee, dat gevaar is er niet. Om te beginnen werk je met gekwalificeerde maaltijdfabrikanten, zoals Hutte, zoals Henri in Drunen. Dat zijn echt mensen die met de waarde van het eten bezig zijn. Mm-hmm. Lokale bedrijven die het leveren, mooie productie, gecertificeerd, zorgen er gewoon voor dat het zo natuurlijk mogelijk is en vers. Ja. Liefst ultra vers. Mm-hmm. Nou, dat zie je ook aan de producten die ze leveren. Dat wordt door de zorg geaccepteerd, wordt door retail geaccepteerd. Foodservice vindt het fantastisch. En het gaat om kwaliteit van het eten wat zij bieden. En bij die bedrijven, daar komen onze foodrobots te staan. En dus niet bij de McDonald's. Oké. Okay. Maar het is geen thuisspreetje over 10 jaar die ik er zelf even overheen kan walsen. Nou ja, zover in de toekomst kijken we niet. Onze ontwikkelrichting is meer richting de medicijnen eraan toevoegen. Mm-hmm. En dat ga je natuurlijk zeker niet bij de mensen thuis doen. Nee. Wordt het al toegepast? Wordt het ergens al gebruikt? We zijn nu met topsporters bezig. Die gaan vanaf de tweede helft mei gaan we daar richting Rio gaan we een aantal mensen Gaaf. Begeleiden. Ja. Dat is superleuk. Met diëtisten en topsporters. We zullen kijken wat ze gaan presteren. Ja, hopelijk allemaal 2 paadjes omhoog. Hè? Dat zou mooi zijn. Weet je wat, we gaan het proeven. We gaan het gewoon, want je hebt 4 bakjes meegenomen. We hebben hier een magnetron staan. Ja, ja. Je zet het in de magnetron. Het laagje lost als het ware op. De vitamine zitten erin en we kunnen het eten. Nou, dan gaat u even kijken naar Startup. Zet ik de magnetron aan. Mijn naam is Arnold van Aken, ik ben 48 jaar. Mijn bedrijf is Antirol. Wij maken stabilisatoren voor jachten. De stabilisatoren zitten op een jacht om het rollen van het jacht tegen te gaan. En dat verhoogt het comfort aan boord enorm. Een rolbeweging van het schip is als het schip vooruit vaart en er komen golven van links of van rechts, dan gaat het schip zo heen en weer. En die beweging wordt helemaal eruit gehaald. En dat er daardoor veel comfortabeler vertoeven is aan boord. En zeeziekte wordt voorkomen. Stabilisatiesystemen bestaan al veel langer. De nieuwigheid met dit systeem is dat het kan draaien en flappen. Dus de 2 bewegingen in 1 mechaniek. En tot zeg maar een paar jaar geleden had niemand tot ooit bedacht hoe je zo'n scharnier zou moeten maken. En ik heb dat wel bedacht. We zijn nu begonnen in de jachtbouw, de superjachtbouw. Daarin willen we veel groter worden, de nummer 1 of nummer 2 binnen 5 jaar. En daarnaast willen we ook uitbreiden naar allerlei andere markten. Dus ook de commerciële markt, ook de militaire markt. Als het allemaal goed werkt, dat moet dus dit jaar gaan blijken, dan ligt de wereld open wat dat betreft. Ja, en dan heb ik hier nog 2 bordjes. Oh, jij wacht keurig. Ik alsjeblieft, wacht keurig. Diederik. Dankjewel. Ik ben wel heel benieuwd, jongens, tas toe. Ja. We namen jou, Bob. Jij bent natuurlijk ook een smaakmaker, letterlijk en figuurlijk. Nee. Ik zal het netjes ook doen met de mes en de vork, hè? Het ziet er wel goed uit. Dankjewel. Ik proef ook echt zalm. Gewoon verse pasta. Ja. Smaak van zalm blijft iets langer zitten. Ja, en je ziet dat die gelei die zakt dus eigenlijk mooi door de maaltijd heen. Dus je hebt eigenlijk helemaal niet in de gaten dat er iets met je maaltijd... Dat er gespreid is. Hè? Nee, je hebt helemaal niks in de gaten. Je proeft er ook niks van. Nee. Hartstikke goed. Ik vind het een ontdekking. Dankjewel. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst. En tot zover deze aflevering van Booming Brabant. Volgende week dan zijn we er weer. En dan praten we over de high-tech campus die startende ondernemers op weg helpt. En deze WizKids die hebben echt gouden ideeën, maar ze weten niet hoe dat ze de markt moeten veroveren. Heb jij nou ook een leuk idee dat hier bij Booming Brabant echt over de tafel moet gaan? Mail het dan naar boomingbrabant@omroepbrabant.nl of twitter het met de hashtag Booming Brabant. Heel graag, tot volgende week. Dankjewel. Ik kan jullie weer onderbreken en jullie lekker eten.